Welkom weer bij dit nieuwe weekvlog, weekvlog nummer 16. En ik ben zojuist net klaar met het bewerken van weekvlog 15. Die staat nu te verwerken in het bewerkingsprogramma, zodat ik hem dus straks kan gaan uploaden naar YouTube. En dan kunnen jullie hem lekker gaan kijken. Nieuw weekvlog, weekvlog 16. En Dennis die is net van huis gegaan, want die heeft avonddienst. Het hele weekend en ik uiteraard lekker vrij, maar lekker aan het werk. Want ja, Mike's Creatieve Wereld is mijn bedrijfje. Weekvlog staat dus nu in het verwerkingsproces. En ik heb zojuist een pakket binnengekregen die ik ga unboxen zo direct. Dus ook zo direct daarvoor weer aan het werk. Om die video op te nemen, gelijk een review ervan te maken ook. Bewerken, inplannen, zodat die morgen online kan gaan komen. Dus daar ben ik lekker van plan allemaal. En ik ben van plan om ook van het weekend weer eventjes hier boven aan de slag te gaan. Mijn Walhalla. Kijk, en nog steeds die leuke mandala van Eva. Die heb ik toen mogen filmen voor haar. De deuren lopen te klapperen hier ook. Maar mijn Walhalla, daar schiet ik al aardig mee op inmiddels. Ik zal even een lampje erbij aandoen, want het is een beetje donker anders hier. Ik heb hier nog heel veel spullen staan, die dus naar binnen moeten. En inmiddels, deze kamer is al redelijk ruim geworden. Maar zoals jullie kunnen zien, staat daar ook nog best wel veel aan spul. Wat dus ook nog richting mijn Walhalla moet. Want ik heb toen mijn hele Walhalla leeggetrokken en in die kamer neergezet. En ik ga jullie alvast even een sneak preview geven van mijn Walhalla. Want die ben ik dus compleet aan het verbouwen. Alle oude kasten die staan er nog wel in. Maar ook de nieuwe kasten staan erin. Dus ik geef jullie eventjes snel een sneak peek. Nieuwe kasten. Oude kasten. Daar ook allemaal nieuwe kasten. Oude kasten, dus er moet nog een hoop gebeuren hier binnen. Maar het schiet al aardig op. Dus daar ben ik wel heel erg happy mee. Ondanks dat het nu nog steeds een beetje een puinbak is. Het is in ieder geval wel een heel stuk ruimer. En als ook de oude kasten er straks uit zijn, heb ik helemaal lekker de ruimte hier al. En ja, dan is mijn Walhalla weer netjes op orde. Dan kan ik ook nog even lekker aan de gang met allerlei decoratieve dingetjes voor in mijn Walhalla. Dus ja, dat schiet in ieder geval lekker op. Ben ook het hele proces aan het filmen. Dus als ik helemaal klaar ben, komt daar de video ook van online te staan. Van mijn zoveelste grote Walhalla opruiming. Maar daar ga ik dus ook van het weekend nog even mee aan de bak. In de hoop het dan ook een beetje af te ronden. Want dan, heb ik het in ieder geval lekker helemaal netjes. Dus ja, dat zijn een beetje mijn plannen voor dit weekend in ieder geval. Ik ga nu in ieder geval weer naar beneden toe, naar de huiskamer. Want dan kan ik zo direct dus, hey Rebel, nee, Rebel. Oh. Rebel. Ze weer naar boven toe. Dat is niet de bedoeling. Kijk die Muppet nou. Ja. Yeah. Lijkt me lekker schattig doen, hè. Kleine boef. Kom hier. Ga naar beneden. Kom hier. Rebel. Kom. Kom hier. Zo. Ja, ga dan maar in mijn nek. Ook goed. Gelijk weer dicht. Voor het geval ze weer naar boven springt, hou je van je staart vast. Dan kan je niet meer wegspringen. Nee. Kom hier. Ja. Vind je niet leuk, hè? Kom hier. Kom hier. Nee. Nee, je gaat niet winnen. Zo. Hatsa. Ze is weer beneden. Kleine boef. Niet met je poepert in beeld. Ja, ga maar weer jumpen. Ga dan. Oh, allemaal Will en Duncan liggen daar.
dan vind je het minder leuk om te jumpen. Doe het even zo. Hatsa. Zo. Buts. Hier. Lekker met z'n drie op de krabpaal. Rebel lekker hoog op de troon. Nou, kan ik gelijk wel even een updateje doen van Grace ook. Natuurlijk ook al in het weekvlog van vorige week gezien dat het de goede kant op gaat met Grace. Ligt nog wel lekker veel te slapen. Hier. Deed ze eigenlijk altijd al hoor. Maar dat gaat gelukkig gewoon lekker de goede kant op met haar. Hier. Evie. Wondjes drogen mooi in ook op de buik. Aankomende maandag dus de hechtingen eruit. En dan kan ze echt opknappen heen gaan. Lekker altijd tegenlicht. Daar ben ik weer. Dus ja. Ik ben inmiddels weer in de woonkamer. Buiten adem door het geren achter Rebel aan. Nieuw weekvlog dus. Weekvlog nummer 16. En ja, ik was natuurlijk net weer het weekvlog aan het bewerken. Toen heb ik ook weer eventjes in mijn statistieken gekeken van YouTube. En nog steeds zie ik dat echt best wel een groot percentage van jullie vaker mijn video's kijkt, maar nog geen abonnee is. Dus wederom weer eventjes de oproep dat als jij vaker mijn video's kijkt en nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, klik eventjes op het woordje abonneren hier beneden. Is helemaal gratis, zijn geen kosten aan verbonden. Maar daar doe je mij echt een heel groot plezier mee. Klik dan eventjes op abonneren. Dan ben je dus abonnee van mijn kanaal. En dan verschijnt er ook een belletje. En als je op het belletje klikt, krijg je in het vervolg ook nog eens een melding als er een nieuwe video verschijnt op mijn kanaal. En mocht je deze video leuk vinden, duimpje omhoog. Zou ik ook echt enorm waarderen. Want met dat alles zorgen jullie ervoor dat mijn kanaal meer en meer gaat groeien. En dan maken jullie mij ook weer heel erg happy mee. Dus dat eventjes als oproep nog naar jullie. Even een geheugenkaartje. Want ik ga zo direct dus een unboxing en review video maken. Ga ik weer mijn camera plaatsen op het statief hier. Een andere camera. Want voor het vloggen gebruik ik één camera. En voor alle andere video's gebruik ik dus deze camera. Die zet ik of op een statief of die plaats ik hier op het statief. Zodat die op tafel ook gericht staat. Dan kan ik ook weer lekker filmen. Maar ik heb dus een pakket binnengekregen. Groot pakket van een bestelling die ik gedaan heb. En die ga ik dus even op beeld uitpakken en reviewen. En een beetje er mee over vertellen wat je ermee kan doen. En dat is garre. Wat ik ook op de H&H-beurs in Keulen tegengekomen ben. En ik was gelijk verkocht op dat garre. Dus ik had zoiets van, ik ga het gewoon lekker bestellen. En dan kan ik het ook eens gaan uitproberen. En misschien ook leuke video's ermee maken. Dus dat ga ik straks lekker doen. En dan denk ik voor vandaag dat ik gewoon weer eens eventjes lekker aan een tutorial ga filmen ook. Ik had vandaag gewoon eventjes een filmdag. Het is net 2 uur geweest, dus ik heb nog tijd zat. En dat zeg ik, Dennis die heeft avonddienst, dus ik kan gewoon echt lekker ongestoord gaan filmen. Dan ga ik weer eventjes verder filmen aan het project van Eva en mij. Heel groot project, waar ik TCT natuurlijk wat meer over ga vertellen nog. Maar dat ga ik gewoon voor vandaag ook weer even lekker oppakken. En dan denk ik dat ik morgen gewoon lekker in mijn volhallen aan de gang ga. Want ik begreep ook vanuit de nieuwsberichten dat het morgen niet echt al te lekker weer gaat worden. Nu schijnt het zonnetje volop. Het is buiten ook echt ontzettend lekker weer. Ik heb gewoon weer even een tijdje buiten gezeten. Ook lekker met een bak koffie. Dus misschien dat ik straks nog even lekker naar buiten ga, ook even een wandeling maken of zo. Misschien ook wel weer even leuk om richting het park te gaan, dat ik dat weer eventjes kan vloggen. Dat heb ik voorgaande jaren ook gedaan. Dan kan ik jullie er ook weer eventjes lekker in meenemen. Dus ja, ik ga zo direct dus de unboxing maken. Als die klaar is, ga ik ook die video bewerken en alvast inplannen voor morgen. Zodat jullie die lekker kunnen gaan kijken op zondag. September 18 video ga ik nog bewerken en inplannen, want het is bijna de 18e. Dat kan ik nu in ieder geval wel laten zien ook. Want vorige week hebben Dennis en ik dus de nieuwe September 18 video opgenomen. En die komt dus deze week online. Linkje ervan uiteraard in de beschrijving van deze video. Dus hieronder daar vind je het linkje naar die desbetreffende video en naar alle andere informatie van September 18 ook.
Maar die video die komt dus online en die hebben Dennis en ik samen opgenomen. En dat is voor het meipakket. En daar hebben we dit mee gemaakt. En dan vraag je je misschien af van, wat is dat? Dat zijn zeepjes. Echt een ontzettend leuk pakket. We gaan dus met het nieuwe september eten pakket van de maand mei zeep maken. Echt ontzettend leuk om te doen. Wij hadden in totaal 6 blokken zeep weten te maken. We hebben nog over. Dat zit nog in het bakje eronder. De restanten van de zeep. Dus we kunnen nog meer maken als we willen. En als bonus had Dennis nog eventjes 2 kleine malletjes gepakt. Waarmee je ook kaarsen kunt maken. En heeft hij nog eventjes wat gegoten. Onder andere dit leuke bloemetje. En dit leuke vormpje. We moeten even een soort van spiraal. Maar het is dus zeep. En het is echt super goede zeep ook. Want tijdens het maken zaten mijn handen ook continu helemaal onder. Nou, ik deed zonder de kraan en het was af. En mijn handen waren lekker schoon. Dus echt een ontzettend leuk pakket. Dus die video die gaat ook van de week online komen. Dus die ga ik straks ook nog bewerken en inplannen. Dan is dat in ieder geval ook alvast maar gebeurd. Dan hoef ik me daar niet meer druk over te maken. Dan is de promotie voor de maand mei voor het pakket in ieder geval helemaal rond. Dus het is lekker. Rond de 18e wordt de box bekendgemaakt voor de members. Dus dan komt de video ook online in de community van september 18. Waar ik als ambassadeur natuurlijk ook lid van ben. Die krijgen dan altijd als eerste ook eventjes de preview via die video. En dan is het meestal zo rond de 20e ongeveer dat het pakket voor iedereen bekend wordt gemaakt. En dan komt echt de video zichtbaar online voor iedereen. En dan kunnen jullie hem dus ook lekker gaan kijken. Maar ja, het verschijnen van dit weekvlog is die video dus al online. Dus het linkje in de beschrijving. En alles wat ik in de video laat zien of vertel of promote of iets dergelijks. Dat wordt zoveel mogelijk allemaal in de beschrijving van deze video gelinkt. Dus neem daar ook vooral eventjes een kijkje om direct op de juiste plekken te komen. Ik besteed er ook altijd een hoop aandacht aan om zoveel mogelijk informatie in die beschrijving neer te zetten. Dus neem daar gewoon eventjes een kijkje en dan 9 van de 10 keer vind je daar alles in terug. En het scheelt dan ook weer een hoop vragen stellen onder de video. Want ja, door gewoon eventjes op die linkjes te klikken kom je op de desbetreffende plek terecht. En dan is je vraag eigenlijk voor het algemeen ook altijd gewoon gelijk beantwoord. Dit weekvlog is wel eventjes qua dagen wat korter. Dat heb ik ook al verteld in mijn vorige weekvlog, want we gaan dit weekend naar België toe. Niet om op bezoek te gaan bij mijn haakzus Eva. Die woont natuurlijk ook in België. Dat gaat wel een keer gebeuren weer. Wanneer, dat weet ik nog niet, want dat moet nog eventjes gepland worden. Maar we hebben een bruiloft zaterdag in België. Het oudste neefje van, of nee. Het is niet het oudste neefje van Dennis. Het is een van de 3 jongste. Maar daar dan de oudste weer van. Om het gemakkelijk te maken. Maar die gaat trouwen. En daar zijn we voor uitgenodigd ook. Dus wel echt zoiets van, nou, gaan we gewoon lekker heen. Even uitstappen hier ook weer. Samen met deze ouders, de schoonouders, we hebben een hotelletje geboekt in België ook. Dat is een behoorlijke rit natuurlijk. Dus vrijdag zijn we vrij en dan gaan we dus richting België. En dan is zaterdag de bruiloft. En dan is volgens mij de planning dat we zondag weer thuis komen ook. Dus voor het gemak eventjes een hotelletje geboekt. Zodat we het niet in één keer heen en weer hoeven te rijden. Want dat is echt een behoorlijke rit. Dus ja, vandaar dat het weekvlog deze week eventjes qua dagen wat korter is. Uiteraard heb ik geen idee wat er allemaal aan bod gaat komen in het weekvlog. Dat gaan jullie allemaal wel weer merken. Mochten jullie op- of aanmerkingen hebben of leuke mededelingen of iets dergelijks, laat het vooral eventjes weten in de reacties onder deze video. Ik vind het erg leuk om jullie reacties te lezen. Alleen is het tegenwoordig dat ik zoveel reacties krijg dat ik er eigenlijk ook niet meer de tijd voor heb om alles een duimpje omhoog te geven om te antwoorden. Ik lees ze wel echt allemaal. Ik vind het echt superleuk om ze allemaal te lezen. En de echte vragen van de hele tijd terug bijvoorbeeld, die zal ik wel beantwoorden onder de video. En vragen die wat vaker gesteld worden, die zal ik gewoon algemeen in een weekvlog beantwoorden ook. En anders neem ik die vragen eventueel mee voor mijn vraag en antwoord video die ik ook in de toekomst ga opnemen. Want ik heb nog een aparte korte video op mijn kanaal staan waar jullie onder vragen kunnen stellen aan mij. Er zijn inmiddels al wel wat aardig wat vragen ondergekomen. Maar mocht je nog eventuele specifieke vragen aan mij hebben, kun je die ook plaatsen onder die video. Dan kan ik ze dus allemaal meenemen om daar weer een aparte video voor op te nemen. Ook waarin ik dus antwoord op jullie vragen ga geven. En dat
mag van alles zijn, maar ik bepaal welke vragen ik beantwoord. Je mag me alles vragen, maar ik bepaal zelf waar ik antwoord op geef. Ik ga natuurlijk niet op alles antwoord geven. Maar mocht je nog eventueel vragen hebben aan mij, dan kun je die ook stellen onder die video. En ook die video uiteraard in de beschrijving van deze video. Dan kunnen jullie er ook eventjes naar kijken en eventueel je vraag erachter laten. Dus ja, ik ga jullie nu in ieder geval heel veel plezier wensen met het kijken van dit nieuwe weekvlog. Laat je maar gewoon weer lekker verrassen. Ik ga hier aan tafel de boel installeren om de unboxing te maken en de review. Zodat ik die straks ook kan gaan bewerken en uploaden. Dan hebben jullie lekker weer wat kijken. En dan zou ik zeggen, laat je voor de rest gewoon lekker verrassen met alles wat aan bod gaat komen. Ik heb ook geen idee wat mijn week gaat brengen. Ik heb in ieder geval dus de plannen om verder te gaan werken aan het project van Eva en mij. Om daar weer de tutorial voor op te gaan nemen. Ik heb nog lekker een breiwerk liggen. Ik heb nog 2 haakwerkjes hier liggen. Kortom, ik ga me niet vervelen. En ik ga jullie daar gewoon lekker in meenemen. Dus geniet er lekker van. Laat je lekker verrassen. Laat ook vooral even weten waar jullie lekker mee bezig zijn. Want ik vind het ook altijd erg leuk om te zien waar jullie mee bezig zijn. Heb je een specifiek brei of haakwerk waar je mee aan het werk bent? Laat het vooral even weten hoe je het geeft. Het mij ook nog wel inspiratie om misschien te gaan beginnen. Ondanks dat ik al heel veel projecten heb liggen, vind ik het altijd wel erg leuk om ook te horen waar jullie mee bezig zijn. En wie weet kriebelt het dan ook wel dat ik er ook mee ga beginnen. Het zou zomaar kunnen. Dus we gaan het allemaal wel zien. Geniet er in ieder geval wel lekker van. Pak lekker je momentje voor rust eventueel. Lekker met een kopje thee of koffie erbij. En dan zou ik zeggen, ja, geniet van deze week. En we gaan wel weer zien wat deze week gaat brengen. Nou, ik ben net klaar met filmen. Mijn camera hangt hier nog boven. Kijk, daar hangt die lampen aan. Dat heb ik weer hier aan tafel gefilmd. Ik wil weer even stabiel neerzitten voordat jullie omkukelen. Ja, en ik ga zo direct weer naar boven toe achter de computer zitten en de video bewerken en inplannen voor morgen. En het gaat om dit garen. Echt zo ontzettend leuk. Het is de Alize Puffy. En dit is dan de Puffy Fine. En dat is dus een lusjesdraad. En met die lusjes kun je dus breien zonder breinaalden. Ik heb in de review video ook alvast even een klein stukje voorgedaan ook. Het is even een handigheidje wat je onder de knie moet gaan krijgen. En aangezien ik best wel dikke grote vingers heb, is het een behoorlijke klus om het voor elkaar te krijgen. Omdat de lusjes dus echt heel klein zijn. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik heb in de video een klein stukje voorgedaan ook. En ik vind het echt ontzettend leuk om te doen. Het is dus het garen van Alize, wat ik dus ook gezien heb op de beurs in Keulen. En daar hadden ze dan de dikkere variant van het garen. En dat is ook een garen waar 2 kleuren op een bol zit. Dus dan heb je een dubbele draad die aan elkaar vast zit. En dan kan je daarmee gaan breien. Maar ik ben heel erg benieuwd of ik dat ook überhaupt voor elkaar ga krijgen met dit garen. Ik ga het gewoon een keertje proberen. Ik ga er gewoon lekker mee testen. Ik ben in ieder geval dol enthousiast. Ik vind het echt ontzettend leuk. En ik heb er ook best wel wat van besteld. Want deze bol die ik nu had gebruikt voor in de video, die komt uit een pak van 5 bollen. Dus daar stop ik het er eventjes in terug. Ik plak natuurlijk niet meer, maar een pak van 5 bollen en heb ik nog een pak. Dus 2 pakken wit heb ik besteld. En ik heb 2 pakken zwart besteld. Ik denk dat zijn die 2 hele mooie contrasterende kleuren van elkaar. En daar kan ik vast wel wat leuks mee gaan doen. Dus dat ga ik gewoon TCT een keertje gaan ga ik dat proberen. Ik ga het in ieder geval nu wel opbergen in mijn puinhallen, wollenhallen. Begint het alweer, hè? Nieuw spul binnenslepen, terwijl ik net de boel aan het opruimen ben. Maar ja, ik kan ook niet alles hier beneden laten liggen. Dus dan ga ik het gewoon allemaal wel lekker naar boven verslepen. Ik ga eventjes mijn vest aantrekken, want het is nog best wel een beetje fris hier in huis. Maar ik vind het altijd wat prettiger filmen zonder mouwen aan op tafel. Dus over het algemeen zie je altijd mijn blote onderarmen. Oeh. En daarmee ben ik dan aan het filmen. Maar ja, ik heb in ieder geval die video dus opgenomen. Kaartje er weer uitgehaald. Batterij weer op de lader gelegd. Want dan kan ik straks dus
gaan starten voor het filmen van de tutorial. Dus ja, ik ben dol enthousiast over dit garen. De Alize Puffy. Echt ontzettend leuk garen. En mocht je daar dus meer over willen weten, ga dan eventjes die aparte video kijken die ik dus net opgenomen heb. En dus nu ga bewerken en uploaden. Dan kunnen jullie die lekker gaan kijken. Dan krijg je ook een beetje een idee van wat het garen inhoudt en wat je ermee kan. Dus ja, kennis maken met een nieuw garen. En ik ben er echt heel blij mee. En ik ga het ook echt bewust boven neerleggen, zodat het niet hier blijft liggen en me gaat triggeren om er echt mee aan de gang te gaan. Want dan weet ik wel weer, dan blijven allemaal andere projecten weer liggen. Dus dat gaat gewoon in de toekomst lekker een keertje gebeuren. Ik ga er ook eerst eventjes nog wat meer in verdiepen. Ook hoe je het precies allemaal kunt gebruiken. Wat je er allemaal mee kunt gaan maken en zo. Dus eerst eventjes verdieping daarin. Maar ik ben in ieder geval nu al dol enthousiast over het garen. Dus ja, die video is in ieder geval klaar. Dus die ga ik bewerken. En kijk hoe mijn weekvlog ervoor staat, zodat ik die kan gaan uploaden. En dan ga ik lekker aan de bak met het filmen van een tutorial voor Eva. Het wordt ook wel weer eens tijd. Dus ja, dat weer. We zijn weer op de hoogte. Echt heel blij. Heel erg happy. Heel enthousiast. Maar dat ga ik dus even uitstellen. Dus ik ga weer naar boven toe en ik rijd weer achter de computer. Hallo, op deze zondag inmiddels alweer. 6:15, net gegeten. Ik ben nu lekker even een bak thee aan het zetten. Poesjes liggen weer lekker allemaal bij elkaar op de krabbouw. Nu ook een ribbeltje lekker bij elkaar. Twee zijn echt dikke mik met elkaar. We hebben ook echt wat met elkaar te stoeien en te doen. En waar kan, liggen ze dus eigenlijk ook altijd lekker samen met elkaar. Dus dat is wel heel erg leuk om te zien. Vandaag ben ik weer eventjes bezig geweest met video bewerken. Ik ben ondertussen eventjes thee aan het pakken. Dat is dus een tomato waterkoker. Hij heeft dus een waterreservoir hier op de achterkant. En door middel van het knopje komt het dus gekookt water uit. Er werd in het voorgaande vlogs, een paar weken terug, werd er ook heel veel naar gevraagd. Maar dat is dat ding dus. En online verkrijgbaar. Dus je loopt ook niet meer te klieren met een waterkoker of iets dergelijks. Je drukt gewoon op de knop en dan komt er eigenlijk nagenoeg snel, heel snel weer warm water uit ook. Dus het scheelt ook echt enorm in piekstroom van een waterkoker. Maar dat even terzijde. Ik ga ondertussen even een waterdrop capsule pakken. Bovenste heb ik allemaal mijn waterdropjes in zitten en in de onderste zitten mijn theetjes allemaal. En even kijken, wat is dit? Nee, van een rooibosje vandaag. Ja, dat is deze. Zo. Lekker een waterdrop theetje smaak rooibos. Erg lekker. Ik heb ook mijn grote waterkaraf van waterdrop op tafel staan. Daar heb ik ook lekker water in zitten. Oeh, maar niet gaan lopen kliederen met mijn thee. En mijn waterdrop, die gebruik ik over het algemeen altijd in een liter water. En dat zit dus in die karaf. Nog even een filtje pakken. Dus daar vind ik de smaak gewoon het lekkerste. Leuke waterdrop. Filtjes ook. En mijn thee die doe ik eigenlijk altijd in een wat mindere hoeveelheid. Want thee vind ik juist wel weer heel erg lekker als het lekker sterk is qua smaak. Ik ga het gelijk weer even op tafel zetten. Ja, jullie staan. Dus dit is volgens mij iets van 500, 600 milliliter water of zoiets wat ik er dus nu in heb zitten voor mijn thee. En dan heb ik gewoon een heerlijk sterk theetje qua smaak. Daar hou ik dus juist wel weer heel erg van. Maar met één waterdrop, als jij niet van sterke thee houdt, met even zo'n blokje, bloep, kun je dus eigenlijk ook gewoon een complete theepot thee maken. Dat blijf ik altijd zo leuk iets vinden. Hè? Dat borrelen van het blokje. Dat wordt dus het theetje.
heel erg lekker en wordt ook niet bitter qua smaak of zo. Ik heb ook de groene, of eigenlijk alle smaakjes van de thee heb ik van Waverdrop, de groene thee. Normaal gesproken met groene thee, als je dat een tijdje laat staan, wordt het vaak bitter qua smaak. Maar dat is dus met die Waterdrop thee echt totaal niet het geval. Die smaak die blijft gewoon erg lekker. Dus lekker even een mok thee. En dus mijn karaf van Waterdrop met water erin. En ook weer een waterdropje, de Snow. Erg lekker. Lekker fruitig smaakje. Dan kom ik weer lekker aan mijn water- of vochtgehalte deze dag. Want ik heb nog niet echt heel veel gedronken vandaag. Want druk bezig geweest. Video bewerkt weer. Geüpload. Of tenminste geüpload. Klaargezet voor van de week. Dat is de september 18 video. Was even een klusje. Want er moest een hele hoop tussen uitgeknipt worden ook. Maar hij is weer gelukt. Dus die kan van de week ook lekker online gaan. Vandaag ook de Yarn review van de Alize Puffy online gezet. Die wordt inmiddels ook alweer lekker bekeken. En het weekvlog van vorige week, het wordt inmiddels alweer lekker bekeken ook. Dus ja, wat dat betreft gewoon weer lekker productief bezig geweest. Ook eventjes in mijn Walhalla nog bezig geweest ook. Nou, ik kan er op het moment niet echt heel erg veel doen. Omdat die kasten, de oude kasten, daar gewoon echt gigantisch voor in de weg staan. Dus die moet ik gewoon even echt weg gaan bonjouren. Ik denk dat ik ze toch richting kringloop ga brengen. Er is vast wel iemand die ze nog kan gaan gebruiken. Ik had ze al een keertje rondgevraagd ook of mensen eventueel interesse hadden in die kasten. Maar niemand wou. Dus ik denk dat ik ze gewoon lekker naar de kringloop ga brengen. En als de kringloop ze niet willen hebben, dan gaan ze gewoon naar de dump. Dan gaan ze gewoon echt helemaal gelijk Fuji weg. Dus ja, ik ga nu ook weer lekker aan de haak. Gisteren nog wel eventjes gefilmd voor de tutorial van het Eva Mike project wat in de toekomst gaat komen. Maar ik heb nu echt even zoiets van genoeg gedaan. Dus ik ga weer eventjes lekker haken. En ik ga dan weer haken aan mijn omslagdoek. Die is inmiddels alweer een behoorlijk stuk gegroeid. Ik krijg hem al niet eens meer volledig in beeld. Mijn vorige week vlog was dit het laatste stukje wat jullie gezien hebben. En dit deel heb ik er dus gisteren helemaal aangezet. Dus ik kan nu weer aan een mozaïek deel gaan starten van de sjaal. En ik had ook tijdens het bewerken en het uploaden van het voorgaande week vlog even gekeken. Natuurlijk voor het linkje naar het patroon ook. Maar die bestaat dus niet meer. Ik dacht van oké, okay, vreemd. Want het is een call van Durabel geweest toen de tijd. Even omdraaien, de Autumn Mosaïek sjaal. Dat wordt dus deze sjaal. Ik zit nu wel met de weerspiegeling van het licht, maar deze sjaal is het in ieder geval. Maar die staat dus helemaal niet meer op de site van Durabel. Dat ik dacht van nou, heel vreemd. Maar goed, het zal. Ik kan hem dus niet linken, maar dat is in ieder geval dus wel het patroon wat ik ervoor gebruik. Het is nu in week 4 zit ik. En dat is dan deel 3 van de sjaal. En ik heb hierna nog één deel te gaan. Dan is hij klaar. Oeh, zo. Ik zit nu ook even te kijken, maar het is ook echt een flink mozaïek deel wat ik nu moet gaan haken. Hier is de foto van die volledige sjaal zoals die op de grond ligt. Dit gedeelte. Zeg ik dat nou goed? 1, 2, ja. Tot en met die laatste gele balk erin heb ik dus gehaakt, dus dit. En ik moet dus nu dat donkere gedeelte gaan haken. Dat is dus weer mozaïek. Dan komt er dus ook nog weer, even kijken, een rand in. En dan herhalen we het mozaïek gedeelte wat we ook in het eerste deel gedaan hebben. En dan sluit je nog weer af met een stukje weefsteek. Oké, dus het eind komt in zicht. Even het nieuwe deel opzoeken waar ik mee bezig was. Want het is handig als je natuurlijk het goede deel van het patroon gaat pakken. Dus daar ga ik me nu lekker mee bezighouden. En voor het geval jullie afvragen met wat ik het haak. Dat heb ik ook volgens mij niet eens laten zien in het vorige week vlog. Maar ik haak hem dus ook even goed met de Durabel Cozy Fine. Alleen andere kleurtjes. Dit is dan
Vintage Green. Dat is mijn hoofdkleur. En dan heb ik het kleurtje Mint. Dat is dan mijn kleur A. En kleurtje B is bij mij Tiel. Dus het is kleurtje C, moet ik zeggen. Want de hoofdkleur is kleur B. Dat vond ik ook heel erg verwarrend in het begin. Maar nu snap ik het in ieder geval. Maar het mozaïekpatroontje, dat haak ik dus met dit blauw, de Tiel. En dat wordt dan omvangen door de Mint. En de weefsteek, dat gaat dus echt helemaal in die Vintage Green. Ik vond het wel een hele leuke kleurencombinatie. En daar had ik ook gewoon echt onwijs veel bollen van in huis. Ik heb nog echt ontzettend veel van het garen in huis überhaupt. Dus ik had zoiets van, ja, het stond er zo lang op mijn... Hou op. Ik hoor het, voel het alweer aan mijn pols dat Siri weer wil kletsen. Klep dicht. Gaan we niet doen. Sst. Ik had het heel veel in huis. En het stond al een tijdje op mijn lijstje ook om deze te gaan maken. Dus ik had echt zoiets van, ik ga het gewoon doen. En nu ik er zo mee bezig ben, heb ik ook wel zoiets van, oeh, dat is wel heel leuk om ook een eigen ontwerp weer eens te gaan maken voor zo'n soort sjaal. Ik heb in het verleden ook wel met de weefsteek natuurlijk een tutorial opgenomen met de Rural Fine Art. En dat was gewoon een driehoeksjaal zo. En een keer een asymmetrische sjaal met de weefsteek ook. Dat vonden jullie ook erg leuk om te doen. Er zijn toen ook weer heel veel van verschenen op de diverse Facebookgroepen. Dus dat vond ik heel erg leuk om te zien. Maar ja, het zo combineren de weefsteek met mozaïekhaken, dat is echt wel heel erg leuk. En ik zit dus nu met het idee in mijn hoofd om dus een soortgelijk iets te gaan doen. Wel met ook andere steken, dus niet alleen de weefsteek, maar ook misschien de granny steek erin of iets dergelijks. Ik wil gewoon even met steken gaan spelen ook. Maar dan denk ik dat ik ook van dit soort balken erin wil gaan zetten, maar dan met tapestry haken. Dat lijkt me wel echt ontzettend leuk ook om te gaan doen, want het is sowieso een hele leuke haaktechniek. Dus dat spookt nu ook een beetje door mijn hoofd heen, maar ik heb zoiets van eerst die maar even afmaken en dan kan ik eventueel met dat idee aan de gang gaan. Ik heb nog genoeg andere ideeën ook trouwens. Dus ik moet gewoon even kijken hoe het allemaal gaat. Maar ja, ik was vandaag ook zo handig geweest om het gewoon hier zo op tafel te laten liggen zonder het allemaal op te bergen. Dus Rebel is er met mijn haaknaald vandoor gegaan. Daar baal ik wel een beetje van. Want het is een clover haaknaald, maatje 3,5. En er staan dus nu allemaal piekjes van haar tanden in. Gelukkig heeft ze niet lopen knagen op de haaknaald zelf. Dus die heeft geen beschadiging. Gewoon opgelopen gelukkig. En het handvat valt ook gelukkig wel mee. Ik had wel zoiets van... Maar goed. Eigen schuld. Moet ik het maar opbergen. Maar ik dacht, ik ga even snel naar de wc toe. En dat overleeft de boel wel. Maar mooi niet dus. Dus ja, ik ga de... Zo direct weer lekker verder dus met de sjaal, het volgende mozaïekdeel haker. Dat zal wel eventjes wat langer duren, omdat het natuurlijk steeds groter gaat worden, die sjaal. De zijkanten worden ook inmiddels aardig lang. Dus het hele mozaïekdeel, dat zal even wat tijd vergen. Ik zit nu hier, dus dan is het 1, 2, 3, 4, 6, 7. 14 rijen. Nou, komt wel goed. Het is wel weer een heel leuk patroontje. En we willen heel erg goed gaan tellen. Maar dat gaat wel weer goed komen. Ondertussen zit ik ook gewoon weer lekker aan de serie Supernatural. Ik zit inmiddels in seizoen 4. Het kijkt echt zo ontzettend lekker weg. Ik ben er ook echt helemaal verslaafd aan. Ik kijk het echt... Op elk moment dat ik kan kijken, eigenlijk wel. Ik zit er helemaal in. Het is echt een hele leuke serie om te kijken. Ook heel erg fijn dat die compleet dus op HBO Max staat. Ooit in het verleden wel eens wat ze op DVD ervan gekocht. Ook dat we eraan begonnen waren, maar uiteindelijk ook gestopt. En nu dus gewoon lekker via HBO aan het kijken. Het kijkt heerlijk weg. En voordat ik begin met haken, ga ik nog eerst even lekker mijn schaal met vla opeten. Mijn toetje. En ik heb altijd een hele rare gewoonte om mijn vla nog even wat meer op te pimpen ook. Want ik doe altijd anijshagel en schuddebuikjes in mijn vla. En dat vind ik zo ontzettend lekker. Dus niet gewoon simpelweg alleen een schaal vla en dat
naar binnen werken. Nee, ik doe er altijd nog even lekker tussen een ijshagel en schuddebuikjes bovenop. Om het nog eventjes wat smakelijker te maken ook. Dus die ga ik ook eerst nog even lekker eten tijdens het kijken van die aflevering. Hebben jullie trouwens rare toetjes die jullie eten? Want ja, ik krijg het wel eens van anderen te horen als ik dan zeg dat ik dat erin doe. Dat ik denk, mensen echt vergeten, dat doe je er toch niet in? Maar ik vind het echt ontzettend lekker. Dus hebben jullie bijvoorbeeld toetjes die jullie gewoon echt ontzettend lekker vinden? Of toetjes die jullie zelf creëren waarvan mensen denken van, is dat voor een raar iets? Laat het vooral eventjes weten in de reactie. Ik ben echt een toetjesmens ook wel. Dus wie weet kan ik eens een keer zo'n toetje gaan proberen. Ja. Laat het gewoon eventjes lekker weten. Ik ga er in ieder geval nu lekker van genieten. En dan lekker aan de haak. Fijn rustig avondje voor de boeg. Dennis is weer te werk. Ging gisteren gelukkig met zijn voet ook goed. Hij kan gewoon zijn werkschoenen weer aan. Dus de jicht lijkt op zijn retour gelukkig. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus hopen dat het vanavond ook weer zo voor hem gaat. Morgen zijn we samen vrij. Moeten we wel eventjes naar de dierenarts doen met Grace natuurlijk. Hij gaat nog naar de kapper toe ook. Dus ja, huishouderen. Dat is iets van het weekend. Even geen zin in, afgelopen week met het werk. Ik ga gewoon lekker zitten haken. Andere klusjes doen voor het kanaal. Dan vind ik het wel prima. Dan gaan we morgen gewoon samen huishouderen. Dus ja, ik ga lekker mijn toetje eten. En dan lekker aan de haak. En ja, ik ben benieuwd hoe ver ik ga komen. Want het is nog vroeg op de avond. Wat was het nou? Oh, het is nu 6:30. Dus ik ben benieuwd hoe ver ik ga komen. Ik ga me natuurlijk niet haasten. Gewoon lekker op mijn gemakkie, dus daar ga ik nu lekker mee aan de bak. Hallo op deze dinsdag inmiddels alweer. Net thuis, bijna 6:30. Dus ik ga zo eerst eventjes een hapske eten. Den die heeft vandaag ook weer gewerkt. Die uit. Wat is jouw werk? Beetje te doen met poot? Ja, het was 2 dagen goed, maar gisteravond begon het weer. Maar het ging over zich wel. Zo. Dus het is beter te behappen nu je ja, hoor. Dicht. Gelukkig. Ik heb net even 5 gram ivoorwit opgesnoven. Hij gaat als de brand weer in hier op. Het voelt. Zie je? Zijn kleding is al aan het veranderen. Ik kleur al bij. Ja. Ja, je bent wel lekker met je cars bezig. Ja, maar ja, jij begint nu te filmen. Ik heb net hier al die mallen geleegd en heb neergezet. Mallet. Ja, alleen deze zit er nog in. En nu ben ik even een nieuwe serie aan het maken. Maar ze waren nou allemaal goed gelukt. Ik heb hier de tweede gelukt van deze mal. Ja. Die ik nog niet in beeld heb gehad. Nee. Of misschien wel. Nee, die staat wel op de foto. Maar nog geen prijs bij en zo. Dat soort dingen weet ik allemaal nog niet. Dus die is gelukt. Lekker nog niet. Die is gelukt. Dus de boeddha, uil, adelaar, konijntje was gelukt. Maar bij het uithalen brak ze oor weer af. Zei hij, dus huppa, konijntje. Wordt weer omgesmolten. Ja, nou je ziet er niks meer van hoor. Ik heb alweer bij, ik heb nu al een nieuwe, daar zit alweer ding. Een konijntje ligt daaronder, onder die klont. Oh. Dus dat is dan jammer. Hij is maar helaas. Vloeibaar ervoor, hè? Ja. Ja. Terug weer vloeibaar ervoor. Dus ik zat heel even, ik doe het toch niet, want dan ben ik bang dat ik het verkloot. Kijk, deze adelaar. Gemaakt. En ik zat even te twijfelen. Hij is natuurlijk heel mooi wit. Om die oogjes zwart te maken. Maar ik denk, als je dan even uit en dan is het. Ja, dan moet je hem weer helemaal omsmelten. Ja, dat is natuurlijk zonde. Het moet echt heel mooi rond. Want anders, als het maar eventjes dat ik uit, dan ga ik eraan irriteren. En dan zeg ik, zoek het uit. Ons. Ja. Dus doen we het toch niet. Gaat hij ook terug vloeibaar voor hem? Ja, nee hoor, hij is mooi gelukt. Ja, mooi. Mooi rijtje weer hier zo. Ja. Een aantal adelaartjes. Er zit een poesje tussen. Ja, want kijk, daar had ik geen ruimte meer voor dit poesje. Dus die haal ik even langs. En ze hebben allebei hetzelfde kleurbad. Dus ik heb ze allebei even zo naast elkaar. Wel eventjes. Of ruimte in je voorraadkast bedoel je? Ja, ik heb te veel zittende poesjes. Dus, mensen. Koop, 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 kopen. Er is weer ruimte voor nieuwe voorraad. Ja, maar dan kan die er weer bij, ja. Ja, ja zoals ik al vaker gezegd heb. Op de pagina van Dennis. Linkjes. In de beschrijving, op de Facebookpagina die Dennis aangemaakt, daar kun je de kaars bestellen. Mocht je geen Facebook hebben, kan je altijd eventjes een mailtje sturen. denniscandles@gmail.com. En door middel van foto's kan Dennis dan ook laten zien wat hij allemaal in voorraad heeft. Dus dan kunnen jullie de kaarsen bestellen bij hem. Dus maar jij bent dus weer een poesje, een witte. Ja.
Maar dus eigenlijk heb ik er nu wel, nou, dan heb ik er een stuk of 8 of nou, tussen de 8 en 10 op voorraad en dat doe ik niet meer. Maar er was iemand, en dat is pas voor later, die had al wel gezegd van ik wil een witte staande poes en ik had toch een wit bad. Hmm. Dus dan gaan we het natuurlijk wel doen. Ja. Dus die is, maar die is, de pootjes moeten nog even... Even afgegoten. Nee, ja, dat heb ik net gedaan, dus die moet nog... Ah, dat moet even uitharden nog. Uitharden, ja. Ja, oké. Okay. Dus... Lekker beter. Poesjes eten gegeven. Mooi. Zelf eten gegeven. Ja, Chris is trouwens gisteren bij de dierenarts geweest. Ja. Hechtingen zijn eruit. Verder was het... Rebel Winland in de doos. Poes in de box. Paraffinedoos. Ja, maar die kussens, daar moeten die kussens straks weer op. Anders duiken ze erin. Adres staat erop, dat heb ik niet in beeld. Kijk. Allemaal. Paraffine. Mooie, zuivere, nieuwe. Ja. Nou, het is al gemengd trouwens. Ik heb het al gemengd. En Rebeltje vindt het paar interessant. Ja, dus daarom doen we deze kussen. En anders zit je vax vast in de doos. Dat moeten we niet hebben. Nee, dus, eigen kussens. Eigen ontwerpjes. Hoe zit dat nou? Leek al een beetje. Nou, eventjes nekje goed. Ook net gegeten. Maar we hebben toch het rompertje weer aangedaan. Eigenlijk mag hij af, maar ja, die hechtingen eruit. Geeft toch weer hele kleine wondjes. En ze had een klein korstje, had ze. Die is er ook afgehaald. Ja. En aangezien we het weekend weggaan. Stel, ze gaat nu weer likken. Want dat hebben we toen de vorige keer meegemaakt met die hechtingen. Ja. En toen ging het ineens toch best snel weer open. Dus, ja, dus ter voorkoming van. Hebben we toch een nieuw rompertje aangedaan. En gezegd, we doen hem nog even terug aan. En als we terugkomen van het weekend, dan... Word je bevrijd. Word je bevrijd. En dan gaan we lekker borstelen. Jo. Grisie. Ga bijna van je sexy pakje af. Dus dat gaat ook gelukkig weer goed. De goede kant op. Maar laten we het afkloppen. Vorige keer leek het ook goed te gaan, maar toen bleek het dus uiteindelijk niet helemaal lekker te gaan. Maar daar gaan we nu wel gewoon vanuit dat het goed gaat. Dus ja, werkdag zit er weer op. Dat was voor mij ook weer de eerste werkdag. Een beetje een heen en weer vliegdag. Begon op de ene locatie, kennismakingsgesprek. Toen kon ik door naar een collega op een hele andere locatie in Beverwijk voor een werkbezoek. Toen weer terug naar mijn andere werklocatie, ook kennismakingsgesprekken gehad. En voor ik het wist was het alweer tijd om naar huis te gaan. Dus ja, morgen ook weer een beetje zo'n dag. Vlieg ik ook een beetje van op naar de werk. Ik moet naar het hoofdkantoor toe. Daar begin ik, dus heel erg fijn. Dus morgens om 8 uur. Kijk er nou weer tegenop. Ik mag wel ongeveer om 6 uur de auto ingaan. Rond dat tijdstip. Dat is lekker filegevoelig die kant op. Dus dan terug naar mijn eigen locatie weer. Van beide locaties, één locatie dan. Heb ik een aantal gesprekken nog staan, een aantal afspraken staan. En dan kan ik daarna door naar Haarlem. Want daar hebben we open dag. Waar ik weer onze organisatie ga promoten voor de opleidingen. Hopelijk nieuwe stagiaires binnenhalen of vakantiemedewerkers. Dus ja, lekkere dagje zo. Volgens mij heb ik donderdag niet heel veel bijzonders op de agenda staan. Dus dan kan ik gewoon op één locatie zitten. Dan hoef ik niet heen en weer te vliegen. Dus dat scheelt weer. Wie was dat? Zat er een keuteltje dwars? Wat was dat? Nee, het zit gewoon in de bak. Nou, zit ze nou weer hier. Gaat ook zo lekker snel, hè? Zo zit ze op de vensterbank zitten, zo zit ze op de kattenbak. Maar goed, ik ga lekker even een maaltijdje opwarmen. Lekker simpel. En dan ga ik lekker verder aan de haak. Want kan ik ook nog wel eventjes laten zien hoe de doek gevorderd is. Kan jij hier even de lampen aandoen? Dat kan wel, ja. Wil je even de lampen aandoen? Oh, drama. Ja, toch gelukt. Dank. Zo, zet ik jullie weer even op tafel neer, zodat ik hem kan laten zien. Want ik heb weer het deel mozaïekhaken erin gekregen. Dus ik kan nu aan het laatste deel van het patroon beginnen. Dus het is echt ja, het laatste deel van het patroon. En is de doek klaar? Kijk. Dit is dus dat nieuwe mozaïekdeel. Dat heb ik er dus in gezet. Haakt ook weer heel erg lekker weg. Dus nu moet ik weer die weefsteker inzetten.
En dan wordt dit randje mozaïek haker er weer ingezet. En dan eindigt het ook nog weer met een stukje weefsteek. En dan is de sjaal klaar. Hij groeit lekker. Hij is ook een aardig formaatje inmiddels al. Ik kan hem in principe zo al dragen. Als ik zou willen. Ja, dan is hij voor het mooie net even iets. Nou, trouwens, dat gaat wel. Dat gaat op zich zo wel. Het is wel een leuk formaatje qua sjaal. Maar ik heb zoiets, ik ga hem gewoon helemaal afmaken. Ik ben eraan begonnen, dus dan ga ik hem helemaal afmaken. Maar in principe is hij zo wel qua formaat lekker. Dus daar ga ik me nu lekker mee bezighouden. Dan heb ik die ook lekker af. En dan kan ik eens gaan bedenken wat ik ermee ga doen voor eigen ontwerp. En wat voor garens ik daarvoor ga gebruiken. Het heeft me in ieder geval wel weer inspiratie gebracht om er zelf ook iets mee te gaan doen. Dus ja, daar ga ik me straks lekker op richten. Maar ik ga nu eerst lekker even eten. Ook nog even extra drinken, want ik had mijn fles mee vanmorgen. Maar er zijn maar een paar slokken uit vandaag gehaald. Dus ik loop weer achter, dus dat ga ik weer eventjes inhalen. Dat tik ik lekker bij. Dus ja, dat was weer... mijn dag en ook een beetje derde dag. Goedenavond allemaal. Op deze woensdagavond inmiddels alweer. Het is alweer 9:15. Dus tijd schiet er wel lekker op. Rebel die is weer lekker voor AP aan het spelen. Nou, wacht maar. We gaan wel even naar de krabpaal. Kom maar. Race om. 1, 2. Hoepetee. Ja, woensdagavond dus. Ik ga eigenlijk pas net zitten, want ik ben ook nog niet echt extreem lang thuis. Ik had vandaag een mijn haren van Rebel in mijn gezicht. Het begint ook al lekker te verharen. Maar ik had vandaag een open dag. Maar echt, wat een drama. Echt. Een tijdje terug had ik natuurlijk al een open dag op een school in Zaandam. Nou... echt, dat was qua organisatie en alles echt om door een ringetje heen te halen. Daar werden we ook echt heel erg warm ontvangen. Echt uitvoerig bedankt ook. En echt tot in de puntjes was het allemaal verzorgd. En vandaag, nou echt, ik ga er ook maar niet al te veel woorden aan vuil maken. Ik was er al een soort van op voorbereid, omdat ik dat al van eerdere ervaringen van collega's had gehoord. En helaas werd het dus vandaag ook echt allemaal bevestigd. Echt zo slecht georganiseerd. Dat we al binnenkwamen ook. Zaten mensen ons echt aan te kijken van wat kom je eigenlijk doen. Ze hadden ook totaal geen idee waar er een plek gereserveerd was voor ons. Met als gevolg dus dat we door het hele pand heen liepen. Echt heel fijn ook met een zware kist met allerlei promotiespullen bij je. Echt. Maar goed. Is dat de communicatie al niet altijd optimaal was. Maar dat werd vandaag dus nog eens eventjes extra bevestigd. En toen kregen we ook nog eens eventjes te horen dat de opkomst waarschijnlijk toch ook wel heel erg laag zou gaan worden. Want de leerlingen of studenten, hoe ze het tegenwoordig ook allemaal benoemen daar op die school, konden zich dus inschrijven op die open dag. Nou ja, als je al begint met inschrijvingen, dan hebben leerlingen altijd zoiets van doeg. Het is mooi weer. Ik ga liever even wat anders doen dan dat ik dat ga doen. Met als gevolg dus dat we ook met iets van 4 of 5 personen gesproken hebben. Die ook niet al te geïnteresseerd overkwamen op 2 na. Dus ja, het was een beetje jammer. Maar goed, we hebben ons in ieder geval weer van onze goede kant laten zien. Aan ons lag het niet. Maar ja... ik hoop dat we nog een terugkoppeling kunnen geven, ook op de een of andere manier, richting hun qua organisatie, opvang, informatievoorziening, interesse tonen vanuit de opleidingen naar ons toe en dat soort dingen. Dat echt allemaal ver beneden peil was. En ja, dat het mijn inziens ook niet echt de bedoeling hoeft te zijn, want juist op dit soort momenten kan je mensen warm maken voor de zorg ook. Zeker als er ook al eens zo'n opleiding gestart zijn, dan moet je er juist bovenop zitten van ga erheen,
Ga kijken, want dat is eventueel misschien je toekomstige werkgever. Maar als er al zo gemakzuchtig mee om wordt gegaan dat ze zich ervoor in kunnen schrijven in plaats van dat ze een soort van verplicht worden om erheen te gaan, dan sla je de plank al volledig mis, naar mijn idee. Ze kunnen echt een voorbeeld nemen aan de andere school waar ik dus eerder geweest ben, want dat was echt tot in de puntjes geregeld allemaal. En de leerlingen, studenten, stagiaires, ze hadden gewoon geen keus. Ze moesten er gewoon heen. Want ze hadden ook echt zoiets van, dit zijn bedrijven die echt tijd voor jullie vrijmaken. Om jullie kennis te laten maken, om jullie eventueel binnen te halen. Het is jullie toekomst, dus toon ook een beetje inzet erin. En dat was gewoon echt super. En daardoor konden wij dus ook gewoon echt heel doelbewust over onze organisatie vertellen. Over wat we allemaal doen, wat voor mogelijkheden we allemaal aanbieden ook. Dat we ook bijvoorbeeld de stagiaires eventueel later nog in een BBL-traject kunnen gaan plaatsen. Ook dat we intern opleiden en dat soort dingen. Dus dat was echt een heel geslaagd proces, hele geslaagde middag ook. En dat was vandaag dus gewoon ver beneden peil. Echt heel erg jammer. Maar goed. Het is wat het is. Hopelijk kunnen we er nog wat feedback op geven. We gaan het wel zien. En aan ons heeft het in ieder geval niet gelegen. Wij hebben ons van onze goede kant laten zien. Want wij willen echt wel mensen binnenhalen. En ook echt meedenken in mogelijkheden. Niet de vaste paadjes bewandelen. Maar gewoon echt denken van oké. Jij hebt dit nodig. Nou, gaan we samen kijken wat we daarvoor kunnen creëren. En wat we je kunnen bieden. We denken gewoon echt met de mensen mee. Maar ja, het is dan een beetje jammer als de scholen tegenwerken wat dat betreft. Maar goed. Ik ga nu nog eventjes lekker aan de haak. Nog even lekker verder aan mijn sjaal. Daar heb ik gisteravond nog lekker aan zitten werken ook. Nou, het zit allemaal een beetje opgepropt in mijn mandje. Nou, dat komt al. Dat schiet inmiddels aardig op. Ik liet je gisteren natuurlijk al zien dat ik het mozaïekgedeelte erin had gekregen. En ik heb dus nog het stukje onder de mozaïek. Dus dit gedeelte gisteren er helemaal aan weten te haken met de weefsteek. Dus nu kan ik weer eventjes het laatste stukje mozaïek erin zetten. En dan nog een paar toertjes weefsteek en dan is de sjaal klaar. En ik heb ook al heel hard na zitten denken. Echt heel veel ideeën ook in mijn hoofd om een enigszins soortgelijke sjaal te gaan maken. Uiteraard ga ik er natuurlijk wel helemaal verbouwen. Want ik ga natuurlijk niet klakkeloos een patroon overnemen en het zelf uitgeven. Want ik wil daarin ook gewoon wel echt uniek zijn en niet een copycat worden. Er zijn er al vele van op de wereld helaas. Zelfs van die figuren die gewoon doodleuk een kooppatroon omtoveren tot een eigen tutorial. En het vervolgens aan de man gaan brengen als zijnde een eigen ontwerp. Ik echt, waar ben je mee bezig? Maar daar wil ik me verder van buiten houden. Ik wil echt niet tot dat niveau zinken. Ik wil echt mijn eigen creativiteit erin kwijt. Echt mijn eigen dingen erin kwijt. Zodat het echt mijn 100% eigen ontwerp is. Want, ja. Ik vind het gewoon altijd heel erg vervelend ook om te zien voor andere ontwerpers dat hun ontwerpen gewoon klakkeloos overgenomen worden. Enigszins iets verbouwd worden en dan als zijnde van eigen ontwerp de markt op worden gebracht. Echt, er gaat zoveel tijd en energie in zitten. En als dan iemand anders gewoon lekker klakkeloos met je patroon er vandoor gaat en het rondbezuit als zijnde het eigen patroon. Vind ik dat gewoon heel erg ver beneden peil. En ja, dat wil ik dus gewoon echt absoluut niet. Ik wil gewoon echt ook daarin uniek blijven. Maar ja, het vergt gewoon heel veel tijd en energie. Dus daardoor komen er ook niet heel vaak tutorials van projecten op mijn kanaal. Ik heb natuurlijk zo nu en dan af en toe wel een tutorial natuurlijk die ik dan kan gaan filmen aan de hand van Eva haar ontwerp. Dus daar ben ik al heel erg blij mee dat jullie op die manier dus ook heel gek. Maar dat ik jullie dus op die manier ook kan voorzien van projecttutorials. Want als het aan mij ligt, komen er echt veel meer. Ja, ik wil gewoon uniek blijven. Mijn eigen ontwerpen ook op de markt brengen. Daarvan voorzien van tutorials en dat soort dingen. Dat het gewoon echt helemaal mijn eigen ding is waar ik volledig achter sta. Maar ja, dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. Want deze sjaal is straks klaar en dan ga ik met mijn eigen ontwerp aan de gang. Maar daar gaat ook nog een hele periode overheen natuurlijk. Want je gaat testen, uithalen, opnieuw,
uithalen, opnieuw aantekeningen maken. Dus ja, daar ga ik gewoon in ieder geval lekker mee aan de gang. Zo heb ik nog meerdere ontwerpen liggen ook. Ik ben nooit met één project bezig. Dat is dus zo met ontwerpen ook. Dan is er een idee in mijn hoofd en dat ga ik gelijk mee aan de gang. Daar maak ik gelijk notities van ook. En op een gegeven moment loopt het een beetje vast, het proces. Dan heb ik zoiets van, hup, aan de kant. En dan ga ik gewoon lekker met wat nieuws aan de gang. Dus dan heb ik nu denk ik sowieso iets van om er bij de 5 ontwerpdingen liggen. Die dus verder afgerond moeten worden nog. Maar ja, daar moet dan ook eerst weer de inspiratie voor komen ook. Dus dan kan het ook zo in ene wezen dat ik in een korte termijn een hele hoop patronen erin ga knallen. Maar dat is gewoon het proces wat zich afspeelt in mijn hoofd en op notitieboeken en dat soort dingen. Dus daar ben ik echt wel mee bezig. En het is dus ook zo dat de ontwerpjes die ik maak, probeer ik ook zoveel mogelijk te voorzien van een geschreven patroon. Met daarbij dus ook tutorials. Soms zijn het techniek tutorials, dat het niet het volledige patroon is, maar dat het gewoon een techniek tutorial is om jullie op de weg te helpen met het patroon. Daar was bijvoorbeeld onder andere mijn ontwerp voor aan de haak een goed voorbeeld van. In afgelopen jaar is er natuurlijk een ontwerp van mij van aan de haak gekomen. Dat was die kersttafelloper. En inmiddels is het patroon teruggegeven aan mij, dus ik mag hem zelf gaan uitbrengen. Maar ik wil nog het een en ander aan gaan passen in het geschreven patroon. Voordat ik hem echt definitief online kan zetten op mijn site. En dan kan ook daar de bijbehorende tutorial echt openbaar gedeeld worden. Want daar heb ik toen ook een tutorial voor opgenomen. Alleen konden de lezers van aan de haak die video kijken vanwege de QR-code die erbij vermeld stond. Als je die QR-code scant, kom je bij de tutorial. En het is echt een techniek uitleg om je dus op weg te helpen met het patroon. Daar heb ik heel veel teruggehoord dat het patroon gewoon prima te volgen was. Dus dat is sowieso wel heel erg fijn. Maar ik ga het patroon dus nog eventjes wat aanpassen ook. Want ik kan het dus niet klakkeloos op mijn site zetten zoals het in het blad stond. Want dan is het ook weer een soort van copyright schending, ondanks dat het mijn eigen patroon is. De foto's die er toen voor gemaakt zijn, die mag ik niet gebruiken. Want dat copyright ligt echt volledig bij de uitgeverij. Het patroon is inmiddels wel weer teruggegeven aan mij. Dus dat copyright heb ik zelf weer. Alleen ja, moet ik daar nog wel weer even wat aanpassingen in maken. Omdat ik hem toen de tijd op een manier geschreven heb wat makkelijk voor hun om te zetten was in tijdschriftvorm. Maar ja, om hem als patroon uit te brengen moet ik hem toch weer eventjes wat anders vorm gaan geven. Ook voorzien van andere foto's nog. Dus ja, ook daar ben ik mee bezig. Zo heb ik nog een aantal andere patronen ook. Die dus nog even goed uitgewerkt moeten worden op papier. Voordat ik ze echt überhaupt kan publiceren als eigen patroon ook. Dus ja, dat is dus eigenlijk ook een beetje een reden waarom er ja, al een tijdje geen tutorial video's van mij zijn gekomen. Ik ben wel bezig ook met video's opnemen voor technieken. Op zowel haken als breivlak. Er zijn nog heel veel technieken die ik met jullie kan gaan delen. Waarvan ik heel veel heb gehad in het verleden. En ook nog steeds zelfs toepas. Maar ook nog nieuwe technieken die ik zelf tegenkom. Waarvan ik echt denk van, oh, dat is een hele goeie. Die kan ik ook nog wel eens gaan delen. Puur vanwege het feit dat die dus alleen in het Engels is. Of in andere talen. Maar nog niet echt in het Nederlands. Dus denk ik, nou, dat is ook wel weer heel erg leuk om dat op te gaan nemen. Maar ook dat kost natuurlijk tijd. Dus ja. Vandaar dat er de laatste tijd eigenlijk alleen maar een beetje mijn weekvlogs verschijnen. En ja, eventueel de september 18 video's. Oeh, kriebel in de neus. Oh. Maar dat is dus een beetje de reden daarvoor. September 18 video's staat trouwens online, dus die kunnen jullie lekker gaan kijken. Wordt op het moment ook wel lekker gedaan. Maar ja. Ik kan natuurlijk niet gewoon zomaar klakkeloos van allerlei patroontjes op bijvoorbeeld Pinterest gaan zoeken en denken van, oh, die is leuk, die ga ik filmen. Want je hebt gewoon met copyright te maken van de ontwerpers. En dat wil ik gewoon echt niet schenden, omdat ik gewoon zelf weet hoeveel tijd en energie erin gaat zitten om het te maken. En ik vind het ook gewoon niet respectvol. Dat is gewoon echt lopen pronken met andermans werk. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil gewoon echt achter de dingen staan die ik doe. Mijn eigen ontwerpen maken ook en aan jullie
overbrengen door middel van geschreven patronen en begeleidende tutorials. Of volledige tutorials met het geschreven patroon erbij, zodat jullie ook eventueel leren patroon lezen als jullie dat willen. Maar goed, dat eventjes als toelichting daarop, waarom er dus tegenwoordig wat vaker alleen de weekvlogs online komen in plaats van ook nog andere video's. Omdat het gewoon heel veel tijd kost. Maar er gaat sowieso nog echt genoeg aankomen in de toekomst. Achter de schermen ben ik weer echt heel veel bezig. Maar het heeft gewoon wat meer tijd nodig om dat uiteindelijk online te krijgen. Dus mochten jullie dat afvragen of dat überhaupt ooit nog gaat komen. Yep, dat gaat komen. Ik ben echt met heel veel dingen bezig achter de schermen. Maar ja, sommige projecten die pakken me gelijk heel goed. En die kan ik in één ruk lekker afronden. Andere projecten hebben gewoon wat meer tijd nodig. Dat gaat gewoon echt in etappes. En als ik op een gegeven moment echt vastloop, dan heb ik echt zoiets van hup, weg. Dan dus wordt het helemaal een drama en dan heb ik helemaal geen zin meer in het project. En dan gebeurt er echt helemaal niks meer mee. Dus dan is het gewoon hup, weg. En uiteindelijk komt er in een ploing inspiratie en kan ik er weer mee verder. Maar ja, dat is het hele ontwerpproces. En voor ontwerpers is het waarschijnlijk een heel herkenbaar iets. We lopen er allemaal als ontwerper tegenaan. Dat je af en toe eventjes een blok hebt in een ontwerp. En dan ga je toch weer eventjes op een andere manier. Misschien weer met iets anders aan de gang. Dat heb ik dus ook. En dat werkt dus bij mij net zo hetzelfde met video's. De ene keer ben je bezig met bijvoorbeeld een techniek video opnemen. Dan gaat het gewoon lekker. Dan heb je het er zo op staan. En de andere keer gaat het buitenbeeld perfect. En zodra je de camera aanzet, gaat het continu compleet verkeerd. Dat je echt denkt van... Dus dan laat je dat ook maar weer eventjes voor wat het is. En dan ga je gewoon op een ander moment ga je het weer oppakken. En dan lukt het in ene wel. Dus ja. Dat is nou eenmaal het leven ook van een ontwerper. Want dat ben ik dus echt wel. Ik had zelf nooit het vertrouwen in mezelf om dat überhaupt te kunnen gaan doen. Mezelf uiteindelijk gewoon lekker voor het gewoon lekker volgegooid. Ik dacht, hup, sprong in het diepe doen, gewoon lekker gaan doen. Dus inmiddels aardig wat ontwerpen zelf gemaakt, ook online gegooid. Bij anderen gedaan. Leuke samenwerking daardoor ook gehad en zo. En ja, zo gaat het proces een beetje in zijn werk. Af en toe gewoon heel erg warrig, maar dat ben ik ook heel erg in mijn hoofd. Want zoals nu ook echt probeer ik een beetje logisch een verhaal te vertellen. Maar in mijn hoofd is het zo warrig dat ik echt denk van dat verhaal komt volgens mij ook echt gigantisch warrig over. Maar dan zie ik het vervolgens met het bewerken dat ik echt denk van oké, nou het komt toch nog redelijk duidelijk over. Maar ja, dat is dus het creatieve brein. Dan ben je over iets aan het praten en ondertussen gaan er echt weer allerlei andere dingen door je hoofd. Waardoor je op een gegeven moment een beetje warrig gaat worden of wat dan ook. En daarbij natuurlijk ook gewoon nog eens een keertje mijn vaste werk wat ik heb voor de baas. Dan is het af en toe een beetje drukkig in je hoofd. Zeker naar een open dag als je dat hebt gehad met frustraties erbij. Dan ebt dat nog eventjes lekker naar en dan wordt het helemaal zo'n lekkere warrige boel in je kop. Maar dan is het ook wel weer heel erg lekker als je eventjes een lekker patroontje erbij hebt. Waar je niet heel veel bij na hoeft te denken. Dan kan je gewoon eventjes lekker je gedachten opnieuw zetten. En ga met die banaan zoals ik altijd zeg. En dan sluit je dat ook allemaal weer lekker af. Dus daar ga ik me nu lekker mee bezighouden. Lekker aan de sjaal. Lekker nog even een aflevering kijken van mijn serie van Supernatural. Ik zit al bijna aan het eind van seizoen 4. Dus ik vlieg er ook lekker door. Lekker mijn ontspanningen ook. Dan heb ik morgen nog eventjes één dag werken. Ik heb morgen in principe gewoon mijn agenda gewoon helemaal volledig geblokt met allerlei administratietaken. En ook om eventjes aan mijn opdrachten te werken voor de opleiding. Dus ik doe nog wel eventjes wat andere dingetjes ook nog. Maar eigenlijk een dag gewoon volledig ingericht voor mezelf om wat achterstand weg te werken. Dat is af en toe ook eventjes nodig. Dus ja, dat. Ik ga lekker aan de sjaal beginnen. En ja, kom ik eventjes lekker tot rust van deze rommelige, warrige, irritante dag. Dus ja, het is inmiddels alweer donderdag, 4:15. Den en ik zijn thuis. Den is al een tijdje, ik nog niet zo heel erg lang. En onze werkweek zit erop. Heb je lekker gewerkt, Den? Ja hoor. Ja.
Nou, ik plof ook net neer. Ja, dat zeg ik. Ik heb al gestofzogen. Even wat kleding apart. Al een klein beetje een tasje ingepakt. Met deo en gel en haarlak. Ja, morgen gaan we richting België. Ja. Ja, en je had nog een leuk binnenkomertje hier, hè? Ja. Met terrorrebel. Dat was chaos. Ja. Ik heb dat niet laten zien. Ja, ik heb het filmpje al op mijn telefoon opgeslagen, dus die voeg ik in de video toe. Oh, ja. En dat is een heel spoor, van voor naar achter. Ja. Yeah. Echt zo leuk. Rebel was weer lekker op tafel geklommen. En hier ligt het resultaat. Gewoon een complete bol wol had ze te pakken. En die ging dus van af de tafel helemaal richting de bank. Waarschijnlijk had ze zoiets van, nou, Crees is zielig, die verdient wat zachts. Want Crees die lag al lekker bovenop. Maar zoals ik zeg, het filmpje ervan wat Dennis gemaakt had, zal ik even toevoegen in de video ook. Ik krijg jullie hierna te zien. Dus, ja, dat wordt straks dus de bol oprollen. Wordt nog een klusje. Pret. Rebel. Terror Rebel. Dunk in de klos. Heb je het even te pakken, Rebel? Heb je het even te pakken? Malmuts. Stoeikwartier is weer begonnen. Ja, de krabbaal die wordt ook lekker gebruikt, want we komen ook overal in de huiskamer de touw tegen. Je kunt het ook wel aan de krabbaal zien, die wordt flink gebruikt. Ja, behalve van Rebel, die zit hier hard in de stoel. Ja. Ik ga even een nieuwe touw eromheen doen. Het is wat met die twee. Of nee, met die twee. Vooral met die kleine hier. Doe je? Hier? Heb je nou natuurlijk weer te terroriseren? Ik denk ook, ik vlug naar buiten, ik vind het best. Maar Rebel die snapt het kattenluik nog niet echt. Die gaat er niet zelf door. Haar chip is inmiddels wel geactiveerd op het kattenluik, toch Dan? Ja hoor, ze kan er doorheen. Ja, maar alleen snapt ze dat dus nog niet. Ik heb er al een paar keer gewoon doorheen. Als ze ervoor zit en je drukt dat klepje open, dan wil ze er doorheen. Dan gaat ze er doorheen. Maar, Komt vanzelf wel. Ja hoor. Als ik helemaal buiten is, dan vindt ze dat ook helemaal geweldig. Maar het luikje, dat snapt ze dus nog niet. Maar goed. Vandaag een heerlijk werkdagje achter de rug. Ik had niet veel op mijn agenda staan, dus ik heb lekkere tijd genomen om wat gesprekken te hebben met een aantal leerlingen. Of collega's en opleiding. Dus het was ook wel leuk dat ik daar eventjes lekkere tijd voor had. Nog eventjes een motivatiegesprek gedaan. Ook met een eventuele toekomstige collega en opleiding. Dus ja. Lekker rustig dagje gehad wat dat betreft. Hoe was jouw dienst? Ook te doen? Ja, nou, helikopterlanding hadden we vandaag. Gezellig. En verder ja, gewoon de hele dag door. Lekker bezig. De tijd gaat snel. Ja. Met je voet? Nou, gaat. Ja? Hij zit er nog aan. Even kijken. Ja, hij zit er nog aan. Ja, gelukkig. Ik had mijn slipper mee. Of wat is het? Een sandaal. Ik heb hem niet aangedaan.
Nou, dat is wel een goed teken dat je gewoon weer je werk goed aan kon houden. Van de gedetineerde, helikopterlanding, verder heel veel aan de receptie, heel veel mensen. En ik heb nieuw zalf bij de dermatoloog besteld. Oh, weer een ander zalfje? Ja. Voor je jasjes. Ja. Sorry, jasjes. Niet dat ik niet dat hele. Dat ik wil. Ik moet iets hebben wat gewoon mijn huid intrekt. Dus ja, dat is dezelfde werkzame stof, maar dat zou dan als het goed is wel de huid intrekken. Dus dan zullen we eens even kijken of dat wat is. We zullen zien. Dus, maar als het goed is, wordt dat, ligt dat morgen. Krijg ik dan een berichtje dat ik het kan halen, maar dat zal wel niet. Vroeg genoeg zijn dat wij natuurlijk al onderweg zijn. Hey, we gaan vroeg richting België, want hoe laat hadden we afgesproken? Tussen 10 en 11 of zo, toch? Ja. Dan komen je ouders deze kant op en dan gaan we dus met deze ouders richting België. Voor de bruiloft van Dennis' neef. Je. Jij bent natuurlijk de oudste. Ja. En onder hem zijn er nog twee van het neefje, dus wat gaat trouwen. Dus. Ja, dat heeft, mijn moeder heeft daar zelf wat van gemaakt, hè. Dat even showen. Kom. Wat ze heeft gemaakt. Even kijken. Dan dat is gewoon die... tikken. Dan bestanden. Ja, even kijken. Oh ja. Ze heeft een taart gemaakt. En daar... Nee, dit is er niet. Echt leuk is hij. Ja, dan moet je in de familie-app kijken, dat stond hier. Ja, dit is toch de familie-app? Nee. Oh, die is van... Even kijken. Die. Njam. Bestanden. Hier zit hij. Oké, deze heeft ze gemaakt voor zijn broer. Een teamblad met allemaal kleingeld op de grond. En dan die stoelen zijn ook van geld gemaakt. Er zit geld in. Ja. En deze heeft ze... Even kijken hoor. Hebben we een... Het geluid even uitzetten. Ja. En dit is een overzichtsfoto. Ja. Maar die is niet, dan is hij nog niet klaar. Daar is hij klaar. Ja. Hoe zet ik dat geluid uit dan? Oh ja. Ja, ze heeft een taart gemaakt. Ja. En die zat in een taartbodem. En dat is ook allemaal geld. Ja, een creatieve huwelijkstaart die ze uit kunnen geven. En die zit dan in een echte, gewoon een echte taartdoos van de bakker. En dan heeft ze ook nog dan een zo'n afbeelding van een Noord-Hollandse kaas. Oh. Nee, dat is geen foto. Of geen, Zo. Dat is op de buitenkant van de doos. Ja. Ja. Leuk. Leuk. Dus die gaan ook mee. Ja. Ja. Is dat ook nog een uitdaging om dat in de auto mee te nemen? Komt vast wel goed. Ja. Oh, Rebel is weer bezig. Terrorist. Kunt ze dus gewoon weer op tafel, hè? Zit ze weer te grunt in alles. Ga weg. Echt. Oh. Ga je omdopen tot terror. Terrorpoes. Hé, Dunk. Jo. Jo, klik een keer de klos. I. Jo. Lig je net lekker rustig, dan pak je weer. I. Maar, ja, onze week zit er dus wat dat betreft gewoon op. Ik ga bij deze ook dit weekvlog sluiten. Ik ga ook pas weer vloggen als we terug zijn uit België, omdat het een privé aangelegenheid is. En dat houden we ook lekker privé. Dus als we weer thuis zijn, ga ik weer het nieuwe weekvlog opstarten. Dus dat zal waarschijnlijk ergens zondag gaan worden, want dan komen we terug. Dus ik wil jullie in ieder geval voor nu heel erg bedanken voor het kijken naar dit weekvlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om er naar te kijken. Ik geef hem dan eventjes een duimpje omhoog. Alle informatie die ik gemeld heb in deze video is ook zoveel mogelijk terug te vinden onder in de beschrijving van deze video. Dus neem daar ook vooral eventjes een kijkje. Mocht je nog geen abonnee zijn van mijn kanaal,
dan zou ik het heel erg leuk vinden als je daarvoor gaat aansluiten als abonnee op mijn kanaal. Klik daarvoor gratis en voor niks even op het abonneerknopje. Dat vind je ook hieronder, daar staat abonneren. En als je daar dan op klikt, dan veranderen de lettertjes in geabonneerd. En dan verschijnt er ook een belletje. En als je dan ook nog op het belletje klikt, krijg je in het vervolg ook nog eens een melding als er een nieuwe video verschijnt. En dan blijf je van alles op de hoogte wat zich afspeelt op mijn kanaal. En ja, dan zeg ik voor nu veel plezier met wat jullie allemaal van plan zijn de komende week. Wij zien elkaar dus volgende week weer terug in het nieuwe weekvlog. En voor nu zeg ik dank jullie wel voor het kijken en tot volgende week. Doeg!